Paard. Paard. Welkom terug bij een nieuw filmpje. Vandaag kijken wij naar Paardenpraat TV. Het gaat niet over paarden die praten, maar het gaat meer over praten over paarden. Ik ben naar Paardenpraat TV gegaan. Ik heb gewoon gesorteerd op de oudste video's. En dan zie je hier paardenkoekjes maken. En dat is toch wel controversieel. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar Paardenpraat TV. Vandaag gaan we homemade paardenkoekjes maken. Homemade paardenkoekjes staat voor die stal waar achter de paarden staan. We zijn in de stal, we gaan er eigenlijk 3 uithalen. Tijd om paardenkoekjes te maken. Yves is gisteren overleden en ze gebruiken nu Yves haar verlies om paardenkoekjes te maken. De paarden in Almere haven verdienen een duidelijke stem. Dit kan echt niet. Vandaag gaan we dus lekker koken. Ik hou erg van koken. Ik weet niet of jullie ook van koken houden. Wat zien we hier op de toonbank staan? Wat is dit? We hebben hier een stroop. Appelstroop. We hebben in ieder geval veel stroop nodig. Alle producten die ik ga gebruiken, dat zijn niet dierlijke producten. Want een paard eet geen eieren, geen melk, geen vlees, geen kaas. Dus dat gaan we allemaal niet gebruiken. Geen dierlijke producten, behalve paard. We gaan wel veel paard in de koekjes stoppen. En nu ga ik mijn havermout toevoegen. Dat is ongeveer 150 gram. Havermout? Dat eten paarden toch? Misschien gaat ze wel een paard maken. Ja. Oh! Ik gebruik deze zakjes. Daar zit 30 gram in. Dus aan een zakje of 5 heb je genoeg. 5 zakjes in, flikker in die zooi. Kom op, zo'n paard is toch ook gigantisch? Dan gaan we nu verder met de appel, want een paard houdt natuurlijk ontzettend van appels. Ik denk dat zo'n paard aan het maken is, maakt het echt veel grappiger. We willen natuurlijk een paard maken, daarvoor moeten we een appel hebben, want paarden vinden appels lekker. Dus die doen we er ook even bij. We hebben nu onze appels gesneden en die doen we dan in de mengkom. En daar zit natuurlijk al de havermout en de bloem bij. Oh ja, die zit er al bij. Ja, klopt, dat hebben we net gedaan. Dus voor de mensen die dementie hebben, dat hebben we 20 seconden geleden gedaan, jongens. Maar ik zeg het toch nog even, die zit al in de kom nu. In de grote kom. Grote kom. En dan gaan we het goed mengen en daarna gaat de stroop erbij. Dit begint er al een klein beetje op te lijken. Dit begint al een klein beetje op bonfire te lijken. En nu gaan we er een lekker smaakje aan toevoegen. Ik heb gekozen voor stroop en appelstroop. Die ga ik alle 3 gebruiken. Hey, hallo! Ja. Ga eens weg met dat beest. Er zijn paardenkoekjes en geen kattenkoekjes. Dan zijn we bijna klaar. Ik stop ze in de pot en dan nemen we de proef op de som. Want we moeten natuurlijk kijken of ze lekker zijn. Kijk eens jongens wat ik heb. Dit is Yves jongens. Jongens, die lag gisteren nog... Hier, kom maar. Nog eentje dan. Nou, volgens mij vallen ze wel in de smaak. Ondertussen zie je op de achtergrond dat paard op wervel. Wil je nou meer tips, tricks en how-to's? Abonneer je dan hieronder op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Doeg! Weet je wat het is? Ik heb ook gewoon een klein beetje zin om paardenkoekjes te gaan maken. Jij niet? Zullen we paardenkoekjes maken? Hoi allemaal, welkom bij Ratje TV en vandaag maken we lekkere rattenkoekjes. Daar heb ik even zin in, of niet dan? En jij? Ik heb er heel veel zin in. Ja, zo is dat. Laten we kijken naar de ingrediënten. Eerste ingrediënt. Peper. Ik ben ook op peper. Hey! Zal ik volgende ingrediënt? Ja. Ook belangrijk. Zwarte peper. Lekker, klein beetje vleugje erbij. Hé, hey, kom eens niet in mijn koude kast. Ik heb allemaal statie, man. Oh, we hebben heel veel lekkers. Derde ingrediënt heb ik hier wel. Dit is gemalen zwarte peper. Heerlijk. Dat beloof wat. Zeker. Even kijken, wat heb ik hier nog? Ook om het een beetje in balans te houden. Zeezout. Met name de zeezout is iets dat de ratten heel erg waarderen. Dat vinden ze heerlijk. Rozemarijn. Stop je nou marijn in de... Ja? Gast, Marijn, daar heb je al 6 maanden lang niks van gehoord. Extra verge olijfolie, chilipoeder. In principe hebben we hier alle ingrediënten staan. We gaan nu maken. Rattenkoekjes maken. We pakken even een bakkie. Een grote kom, het liefst. Ik kies hier voor de speciale kom, de grote kom. Wat belangrijk is voor de ratten, is dat je de goede combinatie van peper en zout gebruikt. De ratten houden van zeezout. Dat vleugje peper eraan, dat kan niet ontbreken. Dus we gaan nu eerst de peper toevoegen. Ja. Oh! dit was de bedoeling. Wat voegen we nu toe? Volgens mij is het peper. Ja, dit is peper. Oh, lekker. Nu zie je, hier ziet het al een beetje komen. Ja, dat begint al een beetje op een koekje te lijken. Ja. Weet je wat, Maurice? Ik zie dat je heel veel lol hebt, maar ik wil ook even meedoen. Is het goed als ik ga kneden? Jij mag kneden. Ja. Kijk, zoals je ziet... Wat de fuck zijn we aan het doen? Het is tijd om te kneden. En dan mogen die handjes van je, die je net goed hebt gewassen, die mogen nou wel een klein beetje vuil worden. Dit is wat ik tot nu toe heb. Wat we tot nu toe hebben. Ja. What the fuck? Ruik even.
Dit is de stroming. Volgende stap. De oven in. Zijn we verzekerd? Volgens mij niet. Hoop van zegen. Deze gaat een paar minuutjes de oven in. Wij zien jullie terug over 2 minuten. Nee, ja. Ik hoop dat jullie ook meekijken met een bakje vol met heerlijke koekjes. Ik heb dit nog nooit gezien. Jongens, ik ga deze eventjes wegzetten. Om het af te sluiten kijken we naar 15 paardenweetjes van Paardenpraat TV. Ik ben hartstikke benieuwd. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar Paardenpraat TV. Ik heb voor jullie superleuke paardenweetjes. Wist je dat je paardenmelk ook kan drinken, gewoon net als koeienmelk? Ik heb bij de Albert Heijn wel gezien dat ze daar paardenbodylotion verkopen. En ik heb eraan geroken en het stinkt heel erg. Dus als je bij de Albert Heijn bent, laat het dan vooral achter hieronder als je eraan geroken hebt. Dus zij is de Albert Heijn ingegaan en zij dacht, ik zie paardenmelk staan. Ik draai dat ding open, ik ga er lekker uit ruiken. Laat ook even in de comments weten of jij ook ooit eens aan paardenmelk hebt geroken in de Albert Heijn. In de supermarkt en hem terug hebt gezet zonder te betalen, gewoon terug de schappen in. Ja, dat wordt toch niet verkocht, dus waarschijnlijk heeft iedereen aan exact hetzelfde pak paardenmelk geroken. Dat zou ook best kunnen. Wist je dat een paard 10 keer per 24 uur poept? Ha, zeg dan wel! Zeg dan wel! Gadver! Poepsteen. Nee, dat zijn die koekjes die we net gemaakt hebben, die geur. Dit is echt bizar. Dit is echt een zieke lucht, jongen. Wil je nou ook weten hoe dit ruikt? Spoel dan een paar minuten terug. Overigens, doe dit niet na thuis. Nee. Dit is door getrainde professionals gedaan. Wist je dat de meest vreemde paardensport het Aziatische buskassi is? Dat is de nationale sport in Afghanistan en daar trekken ze een geit uit elkaar. Een dode geit. Er gaan allemaal paarden op een veld en die trekken een geit uit elkaar. Dus je gaat echt veel te veel in detail bij deze ook. En dat wordt uit elkaar. En ik heb ook nog ooit een keer €40 erop ingezet. Ik heb zelfs een speciaal Afghaans televisiekanaal aangeschaft bij mijn provider, zodat ik die wedstrijden elke avond kan zien. Het rempaard Queen Monkey in 2006 voor $16 miljoen is verkocht. Als alle Nederlanders $1 zouden geven, dan konden we dus met z'n allen dat paard kopen. Oh, hoezo hebben we dat niet gedaan? Waarom hebben wij dat niet gedaan met z'n allen? Ben jij die eikel die niet... Ja, ik heb mijn euro toen ingelegd, maar het was één zak die het niet heeft gedaan. Ik weet dat je er bent, ik weet dat je nu zit te kijken, want zo een ben jij. Ik wil graag een betoog in de comments zien waarom je het niet gedaan hebt. Paarden ook aan voetbal kunnen doen, en dan niet met zo'n balletje, maar met zo'n hele grote, die bij mij niet in mijn beeldscherm past. Ik ben wel benieuwd, heb jij het wel eens gedaan en zou je paard dan voor PSV of voor Ajax spelen? Dat zijn leuke weetjes, dat wist ik niet. Wist je dat er een hele paarden-eredivisie is met Ajax en PSV die allemaal een paarden-elftal hebben? Je zegt ook, heb jij het al een keer gedaan? Ik ben geen paardengast. Ja, maar dat is ook de reden dat Breda is gedegradeerd een paar seizoenen geleden. Ja, klopt, een paar seizoenen geleden. Het kleinste paard ter wereld, maar 43,18, zoveel. Centimeter hoog is. 8. Het kleinste paard ter wereld, dus die Tumbelina van net, ook het lichtste paard is. Oh, dat had ik echt niet aan zien komen. Ze weegt namelijk nog geen 30 kilo. Dus die kan je meenemen in je tas of in de auto. Je kan hem laten stikken in je kofferbak. Nou, kom op. Je neemt toch geen paard mee in je tas? Je hebt wel een soort fucking hand, nee. Oh, ik ben in de supermarkt. Ik heb even mijn paard nodig. Ja, wat doe jij als je een paard nodig hebt in de supermarkt? Niks. Wat doet zij met dat paard in de tas? Paard eruit te halen. Het grootste paard ter wereld, Big Jake heet, en hij heeft een schothoogte van 2 meter 11. Oh, wist je dat? Big Jake ook het zwaarste paard is. Wordt dat omhoog, hè? 12. Big Jake van net ook het zwaarste paard ter wereld is. Dat meen je niet! Als je het nou leuk vindt, doe dan hier beneden een duimpje omhoog. Vind ik heel leuk als je het doet. En als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer je dan hieronder ook even. Want het is natuurlijk superleuk. Je ziet hier die vrouw van Den Haagens. Oh, ik heb echt genoten van Paardenpraat TV. Ik had niet verwacht dat dit zoveel potentie zou hebben. Ik heb gelachen, ik heb genoten. Paardenpraat TV, jullie krijgen van ons één duimpje omhoog. Gasten, bedankt voor het kijken. Wat hebben we genoten van Paardenpraat TV? Laat een duim omhoog achter als blijk van waardering voor deze video. En klik op de abonneerknop. Hij is rood. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik heb me nog nooit zo zielig gevoeld gaan. Ja!
Ik voel mijn ziel zo ongelukkig.